Ondanks de lage inflatiecijfers, een stabiele wisselkoers en winstmakende marges kunnen weinig consumenten van de Finabank NV leningen sluiten. Dit komt omdat ze niet over een aflossingscapaciteit beschikken. Dat zegt Blijn Franchi, CEO van de Finabank. Hij is de volgende te gast in het ADV Actualiteitenprogramma In Gesprek Met. De bank presenteerde haar jaarverslag van 2017 in de laatste week van april. Hierin staat aangegeven dat de netto-winst gegroeid is met 24%, van 10,6 miljoen SRD in 2016 naar 13,1 miljoen SRD in 2017. Er worden kredietaanvragen ingediend, echter worden deze afgekeurd, zegt Franchi. Wat we zien is dat vanwege dus de hoge inflatie die we hebben gekend en het salaris dat niet mee is gegaan van een ieder, de aflossingscapaciteit van heel veel mensen beperkt is. Dat resulteert er dus ook in dat minder mensen in aanmerking komen voor leningen. Je hebt wel kredietaanvragen, maar aan de particuliere zijde zien we dus dat vanwege dus de beperkte aflossingscapaciteit dat de kredietgroei vrij beperkt is. Er doet zich wel een positieve trend voor binnen het bankwezen, zegt Franchi verder. Een van de positieve ontwikkelingen is dat vanwege de rust op de valutamarkt steeds meer ondernemers zich met businessplannen aanmelden. Aan de andere kant zien we dus dat vanwege de rust die we hebben op valutafront, maar ook de redelijk lage inflatie, dat bedrijven nu weer met businessplannen komen en die aan ons presenteren. We zien daarin langzaam een opleving komen, maar aan de consumentenzijde zien we nog een zeer beperkte vraag en groei uiteraard. Blijn Franchi, CEO van de Finabank NV, over de leencapaciteit van consumenten. Het volledige gesprek wordt volgende week woensdag om 4 uur uitgezonden op 12.1.